Deze plek is zo ingewikkeld. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Ik ben weer jullie een echte shape. In de vorige aflevering hebben we hier een baas verslagen en moest ik helemaal teruglopen om naar het savepunt te gaan. Maar in deze aflevering gaan we gewoon voorwaarts. Ik ben benieuwd wat we hier tegen gaan komen. Ik heb nog steeds dezelfde party members. We moeten wel een beetje uitkijken met de levels, want we hebben er 2 op 55 zitten, dus we moeten wel vooruitkijken. En kijk, Alexandria. Met een cutscene. Is dit niet Alexandria? Wat is Alexandria's kasteel hier aan het doen? Staan. Wat? Wat? Waar hebben jullie het over? Ik zie niks. Natuurlijk zag jij niks. Je was niet bij ons op het moment dat het gebeurde, dus het zit niet in jouw geheugen. Geheugen! Oh ja. Hij probeerde mij tegen te houden. Kutja probeerde Alexander te krijgen. Een foutje 10 jaar geleden heeft alles begonnen. Wat dan? Wat is dat foutje? Waar heb je het over? Maar goed, over dat ik zei dat je alleen maar daar kan saven. Ik ben een dommie. Hier vinden we de Angel Flute, een van de sterkere wapens voor Shawnee. Maar als jij aan de andere kant gaat staan, kun jij gewoon een tent gebruiken en gewoon saven. Ik ben een dummy. Hoe kom ik erbij dat je maar op één punt kan zeggen? Oké, de savepunt zit inderdaad goed verborgen, moet ik wel zeggen. Maar er zit daar wel gewoon een savepunt. Maar goed, ik heb ook nog goed nieuws voor jullie. Minecraft Hardcore is een feit. De eerste opnamesessie heb ik gehad. En na deze serie gaat dat dus zeg maar weekends geüpload worden. Dus dat is alvast eventjes een goed nieuwtje. En hebben we jou niet al eerder eigenlijk gezien in het andere... Oh, fijn, ik ken roulette. Het doet me een beetje hetzelfde denken aan hetzelfde beest wat we eigenlijk al eerder hebben gevonden. Diamond Revive. Is niet nodig. Oké, we hebben al gewonnen. We hoeven hier nog niet eens iets tegen te doen. Maar hebben we hem niet gezien in dat kasteel waar we dus... hoe heette dat nou ook alweer? Hoe heette dat kasteel nou ook alweer, jongens? Ibsen's Castle. Ja. Volgens mij hebben we hem daar ook gevonden. Maar daar komt dan geen roulette. Dus volgens mij is dit een sterkere variant of zo. Oké, nou, in ieder geval nieuwe vijand, nieuwe kansen, nieuwe weet ik veel wat is. Dus laten we maar doorlopen. Dus we hebben een nieuw wapen gevonden, dat is alleen maar gunstig. Maar we zitten hier dus ook, zeg maar, te wachten op het wapen van de Tauler. En hey, het stormt hier in dit gebied. Tot nu toe slaat het nog helemaal nergens op. Maar goed, als je hier gaat kijken, volgens mij zijn dit Mastercard. Hier zie je, op het moment dat je daar dus, zeg maar, komt, dan heb je dus, zeg maar, dan heb je dus zeg maar kaartmeesters. Dus ja, er zit wel iets, maar niet echt iets waarvan je zegt van... Goh, wat is dat nou boeiend. We willen hier doorlopen. En op het moment dat we hier doorlopen... krijgen we een vraagteken. Hé, wat doen jullie? Jullie moeten nergens naartoe gaan in een storm. Kijk uit! Welk worden jullie nog weggespoeld? Zelda, ik zag net een klein meisje op een schip en... Ik zal het me wel verbeeld hebben. Ja, ik zal het me wel verbeeld hebben. Wat ik heb gezien is absoluut niet een van mijn herinneringen, dus... dat is raar. Dat was mijn herinnering. Waarom kon Zeepie dat zien? Zeepie? Yo, ja, wat? Wat is los? Zeg het eens. Het was niet je verbeelding. Wacht, heb jij het ook gezien? Dat betekent dat dat kleine meisje jij was. Toch? Of iets in die trend? Maar hoezo kon ik iets zien wat van jouw herinnering afkwam? Ik snap het ook niet. Hé, Garland, wat gebeurt hier? Leg het eens uit. Garland, kun je me horen? Wij willen nog meer vreemdheid en onduidelijkheid, want we snappen hier toch helemaal niks van. Ik was bang dat Kaya's Edeons meer sterker waren dan alles dan ook. Maar ja, aan de andere kant had ik ook gedacht om eventjes daarmee te dealen, heel erg makkelijk, voordat het een groot probleem zou worden. Ja, wat heeft dat te maken met wat ik net vroeg? Slaat nergens op, maar goed. Random encounter? Je hoort een boss battle te zitten. Of een hele verkeerde timing, maar goed.
Iron Giant. Of Iron Knight, of hoe dat gekke beest ook heet. Die hebben we nog niet toevallig gezien. Deze, daar kun je best wel veel lol mee hebben. Wat je kunt doen, is je kunt hem gewoon aanvallen. Maar met touwen wil je Tundaga doen. Laat jij maar eens heel eventjes weer die No Mercy zien. Niet op Towler. Oh, nou heeft hij trans. Die wou ik eigenlijk voor die boss battle bewaren. Je wordt bedankt. Maar je kunt een mini maken. Tenminste, dat weet ik zeker dat dat kan. Dus dat zal ik jullie heel eventjes laten zien. Nou ja, Towler is in trans. Wou ik voor de boss battle bewaren. Mag helaas niet. Dankjewel, spel. Heel erg lief. Maar ja, deze kun je dus mini maken. En dan heb je een mini Iron Knight. Dus hij ziet er heel erg dreigend uit. Maar op zich valt het wel mee. En wel een goed zwaardje. Oké, dubbel black. Twee keer Tundaga zat. Heel fijn dat we dan twee keer achter elkaar kan aanvallen. Wat heb je tegen de Towler, man? Laat de Towler eens even maar rust. Word klein. Het werkt ook nog. Normaal gesproken is Mini heel erg moeilijk om te raken. En nou hebben we hem gewoon geraakt. We hebben hem gewoon Mini en de trans was weer zinloos. Want hij had nog maar één klap nodig. Dankjewel voor zinloze trans. Dat zijn we ondertussen wel weer gewend. Nou, je hebt in ieder geval auto heet geleerd. Tenminste iets. En jullie zitten nu weer op level 55. We moeten wel uit gaan kijken met Zeepie en Destiny. Want die komen weer op zo'n level 5 dinges terecht. En er komt een baas aan die ik aan level 5 death. En daar heb ik weinig zin in om daar last van te hebben. Goed. Ik doe heel eventjes. Zelda doet heel eventjes bedoel ik. Even healen. Volgens mij is er maar eentje nodig. Ja, Destiny heeft een heel klein beetje schade. Maar daar is op dit moment nog niet echt waarvan je zegt van... daar moet je een healing spel voor doen. Oké, kun je nog iets verder leren? Nope. Oké, dan optimize. Ziet er goed uit. Ben jij nog iets aan het leren? Nee. Optimize. Oh, bij jou stond je al helemaal goed. Bij jou hebben we dat net gedaan. Ben jij nog iets aan het leren? Nee. Optimize. Dark Gear, altijd handig. En ben jij nog iets aan het leren? Ja, jij bent Power Throw aan het leren. En daar houdt het mee op. Oké, en als we Optimize doen... dan verander jij dat in Dark Gear. Oké. Zou wel goed zijn. En als we dan nou doorlopen... Oh. Sorry, ik was op deze trap. Verwarderde een trap, maar dat maakt niet uit. Wat is dit ding? Dat oog. Het is hetzelfde oog dat ik heb gezien op de nacht van de storm. Op zee. Zeepie, kun je me horen? Zeepie, wat je net zag was van jouw mam... Van jouw mammerie. Van jouw geheugen en niet van Garnet. Wat? Ik kan me nooit herinneren dat ik bovenop een storm over de zee heb gehangen. Je snapt het nog steeds niet, maar je zult het wel snappen binnenkort. Waar heb je het over? Kan andere mensen geheugen een deel van mij worden of iets in die trend? Garland? Wanneer dat je alles hebt geaccepteerd, dan zal het antwoord voor je liggen. Of voor je verschijnen, iets in die trend. Want er was een enorme kracht summoned bij Gaia tijdens de tijd van oorlog. Hoe dan ook, de mensen van Gaia waren niet klaar om zulke grote krachten te kunnen hebben. Ze waren bang en hebben het juweel gebroken in 4 verschillende stukjes. En ze hebben gebid om het nooit meer te hoeven te zien. Oké, dus ze waren bang voor die ene summon. En daarom heeft dus Aiko, of zeg ik weer die echte naam, heeft Shauni, Garnet, Zelda dus, Limblim volgens mij, dat zit ook zo'n stukje, maar dat weet ik niet zeker. Dus, ja. Die summon die was te gevaarlijk of zo, waar ze het nou over hebben. Maar goed, als je dus die ladder oploopt, de muziek verandert zoals je al hoorde. En daar was ik eigenlijk naar aan toe aan het bouwen. Want dan komen we dus een bos tegen. Deze bos is verschrikkelijk. Je hebt het hart verslagen. En voor mij is het alleen maar victory. Nou, wij gaan gewoon stealen en je wil hem zoveel mogelijk aanvallen gaan doen. Zo snel mogelijk. De reden hiervoor is namelijk, hij vindt het namelijk nogal leuk... om jouw magie en alles weg te nemen. Dus ik wil hier echt de throw voor gebruiken. Even kijken, deze was... Doe maar een winnex. Doe die maar gewoon. Met je power throw, gebruik hem maar gewoon. Jij doet gewoon steel. En ondertussen wil je hem zoveel mogelijk aanvallen. Want na een tijdje kom je op een punt dat je bijna gewoon dus geen aanval meer kan doen. Heb je nou al MP te stelen? Niet echt dat dat nodig was. Je hebt niks kunnen stelen. Oké, okay, mooi. Doe maar weer flare. Santé zoeken!
Dus deze baas kan inderdaad wel een beetje pittig zijn. Nou heb ik heel erg veel vragen gekregen van hoe lang duurt Final Fantasy nog ongeveer. Ja, ik weet het. Jullie zijn enorm nieuwsgierig naar de hardcore serie. Jullie willen dat heel erg graag. Die komt er zeker aan. Bloodsword. Nou, die is voor... Die hebben we al zoveel. Twister. Doe maar even Cure. Die is van jou volgens mij heel erg... krachtig. Valt mee. Ah ja, Return Magic. Die zorg ik wel voor goede dingen. Ik wil weer heel eventjes een Windash gooien. Dat is net zo makkelijk. En... oh nee, dat hield hem. Oh, ik had Return Magic hierbij uit moeten zetten. Damn. Dit kan problematisch worden. Even kijken, hij heeft nou 7000 health weer terug. Dus elke keer als hij twisten doet, hield hij zichzelf. Dat is niet goed. Wacht eventjes, ik kan zijn element volgens mij veranderen. Met Curse. Volgens mij heeft Destiny de kracht om zijn elementen te kunnen veranderen. Waardoor dat hij dan zwak wordt voor iets anders. Ga ik dat ook even proberen. Jij doet nog een keer Flare. Jij gaat Flow doen. Oh ja, hij heeft ook die vervelende aanval van Snort. Daar word je niet vrolijk van. Jij doet nog een keer Zante zoeken. Die helft die hij heeft gekregen, die is hier ondertussen wel weer kwijt. En waarom steal ik niet meer? Ik moet stealen. Oh, hij countert met Snort. Dag, Zepi. Nou, wij proberen even Curse. Oké, dus als je in de lucht vliegt, wil je dus niks meer doen, want dan gaat hij counteren en dan lig je eruit. Kan hij volgens mij tot maximaal 2 mensen doen. Dus, maar goed, ik had nog niet even de antwoord gegeven. Ik denk dat Final Fantasy nog ongeveer 2 weken... ja, misschien een week, misschien 2 weken. Ik weet het niet. En dan bedoel ik deze week natuurlijk ook mee... Deze week ook meegerekend. Dus, nou, jij doet nog een keer Flare. Kijk, als hij Absorb Magic doet, dan absorbeert hij dus zeg maar niet MP. Maar dan absorbeert hij de kracht die jij hebt op magie. Dus als hij dan zeg maar een magische spreuk zou gaan doen, dan heb je het probleem dat zijn magie sterker is en de onze niet. En hij is zwak geworden tegen vuur, dus ik ga Ifrit op hem gebruiken. En Flare is non-elemental, dat is wel jammer. Dus jij doet throw, jij doet nog een Wind Edge er tegenaan. En nou zou het wel handig zijn geweest om die dubbele attack te hebben. En ja, ik lig er zelf uit, of ja, Zepi ligt er in dit geval uit. Dus dan gaat hij weer MP proberen te stelen. Hij kan ook Absorb HP doen, dat is heel erg vervelend. Maar als dit gevecht dus te lang doorgaat, dan krijg je dus het probleem tot... dan doe jij bijna hem geen schade meer. En dan kan het gevecht enorm lang doorgaan. En ja, je kunt je eigenlijk ook niet meer killen, want dat doet bijna geen damage namelijk meer. Dus daar wil je wel vooruit kijken. Dus je wil hem zoveel mogelijk schade zo snel mogelijk doen. Nou is hij dus zwak tegen vuur, dus dat is wel handig om te weten. Want dan spam nog gewoon Fireaga tegen hem met Ifrit, want Ifrit is vuurschade. 5000, nice. Doe jij nog maar een Wing Edge. Oeh. Dat is pijnlijk. Jij doet nog een keer Fireaga. Dus ja, de planning en voor Mario Maker. Ik heb hier voor mijn neus een heel lijstje liggen met allemaal codes. Dus we hebben genoeg projecten die dus zeg maar nog gaan lopen. En een volgende Let's Play, die zit er ook nog eens een keer op aan te komen. Hartstikke gezellig. En we hebben hem verslagen ondertussen door te leuteren over hoe dat volgende projecten gaan worden. Dus nou, dat is eigenlijk best wel handig dat we hem zo verslagen hebben. Nou ik heb niks gekregen. Ability points waren al sowieso niet echt van toepassing, omdat we alles al geleerd hebben. Op de touwler na, want de touwler die gaat binnenkort iets heel erg gaafs leren. En daardoor moeten wij dan weer terug, zeg maar, naar de plek waar dat wij eigenlijk heen willen. Maar dat voor later. Dan hebben we hier dus zeg maar weer een beetje ruïnes. En dan geloof ik tot hier ergens niks zit. Random encounter, dat zit er. Yay. Daar ben je ook niet vrolijk van. Nou, geloof ik dat we dicht bij een plek zitten. Volgens mij zit hier ook weer... ja, hier zit ook weer zo'n card mafcase. Dus ook geen item helaas. Lopen we nou weer terug? Nee, toch? Oh, nee, hier moeten we naartoe. Nee, we lopen goed. Random encounter. Oh, af en toe die random encounters ook. Dan word je gewoon... soms word je er niet vrolijk van. Nou, trap op omhoog. En dit is nogal twisted. Wat is dit? Wat is deze? Wat is deze? Logica is met een broodje gezond verstand. Ik smit met boter! Twee manen die tegen elkaar aanbotsen. Nee, het lijkt meer op planeten. Waarom ziet dit zo bekend? Dat is een foto van Gaia die aangevallen wordt door Terra.
5000 jaar geleden, Terra, al een hele oude planeet, zocht namelijk iets om Gaia mee aan te vallen. Terra die moest samenvoegen met een jongere planeet om te overleven. Maar er was al leven op Gaia. En dus het verhaal begon. Oh ja, ik heb het gezien in Oilbert. Leven op Terra was bijna aan het uitsterven. We hadden geen keuze om door te gaan met het samenvoegen. Wat nogal, wat tragedisch Terra's huizen en alles heeft vernietigd. Terra was te oud om iets voor elkaar te krijgen. Dus heb ik de Lifeatree gemaakt om de zielen terug te sturen naar Terra. Juist, iets in die trend, weet ik veel. Het is nogal ingewikkeld. Maar goed, als wij hier doorheen lopen... Echt, dit is zo twisted als maar zijn kan. Dit doet me altijd een beetje denken aan Droomvlucht van de Nefteling. Ik weet ook niet waarom. Maar goed. Volgens mij zit ik nou zelf op... Nou, mag nog niet eens praten zeg. We zitten inderdaad met een klein probleempje dat JP en Destiny nou allebei op een multifunctionele level zitten van 55. Dus ik denk dat ik daar dadelijk heel eventjes iets aan moet gaan doen. En daar ben ik eigenlijk niet echt zo blij mee. Maar ja, aan de andere kant, we hebben ook al een baas gedaan. En we zitten eigenlijk best wel goed in de aflevering. Maar we zitten nu wel op het punt. Hier kunnen we trouwens nog eventjes 7 mochten we dat eventjes willen. Maar dat wil ik op dit moment nog niet. Want er zit namelijk een nieuwe vijand. Oké, we mogen gewoon doorpraten. Dit is Bahamut. Of Behemut. Mot. Want we hebben dus Bahamut. En dit is... Ja, dit is Bahamut tegen Behemut. Behemut. Weet ik veel. Logica is met een broodje gezond verstand. Ik is meer in mijn boter, zeg ik maar altijd. Hij kan Meteor Counter doen. Die is extreem gevaarlijk en wil je dus vooruitkijken. En hij is raak. Heeft iedereen op schaar? Oh, die raakt iedereen. Misschien was het beter geweest om eventjes op te slaan. Wordt dit een fail counter? Oh boy, dit ziet er niet goed uit voor ons, jongens. Of we winnen nu. Oh boy. Geen nog een keer. Niet 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 nog een keer. Oh boy. Phoenix Down. Kom op. Phoenix Down op Zelda. Phoenix Down op Destiny. Oh boy, dit is dangerous. Oh, snijkies. Kom op Zelda, je moet Cura gaan doen. Kom op. Nee. Flare. Revive. Oh boy. Hij kan geen meteor doen als we hem niet aanvallen. Oh boy. Kom op Zelda, we hebben je nodig. Oké, en aanvallen. Oeh, dat was een close call. Misschien is het eigenlijk niet zo'n verkeerd idee om toch maar eventjes op te slaan. Oh mijn god. Dat was dangerous. Nee, niet weer. Kuraga. Please miss. Game over. Nee. Waarom heb ik daar niet op geslagen? Oh. Jongens, ik zie jullie terug bij de volgende aflevering. Dan zijn we weer terug bij die savebal. Daar zorg ik voor. Levels zullen misschien net een beetje aangepast zijn. Oh, bummer. Meteor counter mijn linkerneus gehad. Ik zie jullie bij de volgende aflevering. Heb je nog vragen? Een leuk momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties als je daar tijd voor hebt. En ik zie je morgen op de plek voordat wij die random encounter tegenkwamen. Tot dan. Doei!